Hallo kijkers van Shine Sprites, ook mijn gloednieuwe aflevering van Pokémon Grand Colosseum met Nunderwing en witte chocoladepepernoten. Lekkering, super lekkering. Ja. We gaan dus wat admins proberen te killen. Jazekering. Gelukkig heb ik mijn Pokémon meester Nunderwing bij me. Het ging alleen de vorige keer niet goed, dus ik weet niet of ik die titel mag... Je bent altijd nog een betere Pokémon meester dan ik, als het gaat om battles. Oh, dat is wel aardig. Nou, we kunnen rechts proberen. En waarschijnlijk heeft de Kiem alleen maar Earthquake Pokémon. Dus ja, en Levitate. Dus het is okay. Even kijken welke Pokémonings wij gaan gebruiken. Voor een beetje een lastige keuze. Ik denk sowieso geen Blaziken gebruiken. Enfros ook niet. Ik zou denk ik Gardevoir en Hippopotam meeleaden, want dan heb je in ieder geval een Intimidate-mon en je hebt een Special Attacker. Oké. Ik denk dat dat wel goed moet komen dan. Oh yeah. Let's do this. Ninetales en Fortress, oké. Okay. Interessanting. Zeker. Misschien is dit wel een fireteam? Zo? No. 100% triple kick op Fortress? Nee, 100% dat die Fortress voor Protect gaat. Oké. Ik durf dus daar... dubbele op Ninetales. Ja, ik denk dubbel op Ninetales. En dan gewoon even kijken. Triple kicking. En dan een psychic. Want Ferry is not very effective. What the fuck? Dat ding kan Moonblast? Ja, blijkbaar. Huh? En hij, de Fortress doet geen Protect. Doet hij misschien Explosion? Oh. Oh nee, Earthquake. Toch wel Earthquake. Maar dat doet hij toch helemaal niks? Fortress, dat is niet echt een sterke attacker. Hij heeft vooral zijn eigen team heeft gekild. Ja. Lekkering. Flygon. Oké. Nou ja, Moonblast de freaking Flygon. En dan triple kick de Fortress. Ja. Even kijken. Okay. Hij is sneller. Oké. Niet op de... Sad. Sadding. Nou, maar nu durf ik... Blaziken nog niet in te zetten, denk ik, hè? Nee. Dat maakt niet uit. Earthquake is toch tegen de rest allemaal goed. Ninetales overleeft, denk ik wel, een Earthquake. En dan heb je twee Fairy Types op het veld. Ja, maar met één Moonblast is Flygon toch dood, of niet? Onderschat hem niet. Nice. Oké, I stand corrected. wat is Typhlosion? Geen Hisuian Typhlosion? Wauw. Nee, dit was voordat... Oh, wauw. Dit is super effect op die Typhlosion. Nice. On the cake. Moet wel even dubbel focussen op die Typhlosion. Anders ben je Ninetales kwijt. En dat willen we niet. Nee, dat willen we zeker niet. Draining Kiss, denk ik. Ja, het is wel not very effective op hem, maar... Nee. Het doet damage en dan Psychic. Hartjes! Achoo. Krijg je weer wat health. Hoppatee. Als je hem nu killt. Oh, Earth Power. Oh, dat is niet zo heel erg. Dat is wel heel erg. Nou ja, als hij weer Earthquake doet. Nee. Oh, nu doet hij wel ineens Iron Head. Ja, omdat er twee Fairy Pokémon op het veld staan. Ja, maar net deed hij dat ook niet. Nu wordt het gewoon tijd voor Blaziken, fuck it. Ja, Blaze.
420 blaze it. Blaze a hit. Blaze a hit. Blaziken is wel een coole Pokémon. Zeker. Hier even kijken. Blaze, kick the shit out of a fortress. En dan, ja, psychic weer op de Typhlosion. Hey, hoezo is hij nou als eerst? Huh? Hij heeft geen Trick Room of wat dan ook gedaan. Nee. Oh. Welp. AGG Ron. AGG Ron maakt hem af. Kom er met je eigen... Maat! Dat is echt fucking kut leuk. Holy damn. Ja, je hebt niet echt priority en je bent niet snel, dus waarschijnlijk Gardevoir didde. Of heb je een goede potion? Volgens mij heb ik helemaal geen potions. Nee. Nee, bij gewone items en dan helemaal naar boven. Toch? Volgens mij heb ik Oh, één potion. Ja, dat maakt het verschil. Kut. Ja, hetzelfde, maar... Oh ja, nee, de sunlight van het ding was nog aan. Oh. Ja, dat is waar, Drought. Maar ik snap die keuze niet helemaal. En ik snap ook niet waarom Fortress ineens sneller was. Dat begrijp ik niet. Fortress en vuile bitches. Maar echt. Iron Head. Ja, die Typhlosion die heeft wel dinges, maar je maakt hem nu af met Aggron. Mm-hmm. Kijk, dan kan hij niet meer Earth Power op je doen. Maat, kut. Fortress. Die Fortress blijft gewoon leven. Uh-oh. Oh. Oh, ja, dit kan wel kut zijn. Wat is dit voor rare team wat hij heeft? Ja. Iron Head Flinch? Op de Swampert, hè? Ja. En dan... Thunderbolt op Fortress? What the fuck? Enforce is sneller? Maar Enforos is... Dat lijkt vraag... toch alsof er Trick Room is gedaan, hè? Ja. Nou, maar nu is Swampert sneller dan Fortress. Dat... Daar komt dan weer niks van. Als ja, maar Fortress is al geweest, toch? Had hij... Nee, toch? Oh ja, ik weet het allemaal niet meer. Deze beurt volgens mij niet. Oh. Nee. Nou, ik zou... Ja. Nou, je hebt hem nu wel gekilled. Oh nee, wacht. Dat is natuurlijk waar je het op deed. Maar dit is dit ga ik weer verliezen. Ah, oh, er zat echt potentie in dit gevecht. Ja, hè? Had hij nou ook nog wel leftovers? Ja. Wauw. Die Swampert heeft ook nog wel leftovers. Damn. Earthquake. Oh. Nice. Nou ja, wij zijn sneller. Hoppa. Doe je Fortress. Krijg je nog weer wat experience op de Aggron. En ik dacht nog wel, oh, dit wordt wel, kan wel redelijk makkelijk worden. En hij heeft een Solrock. Ja, fuck, nu kan hij Earthquake blijven spammen. Dat ding heeft Levitate. Ja. Iron Head op de Solrock. Flare Blitz. Nice. Ja, oké. Okay. Volgens mij was Solrock meer een physical attacker dan een special. Hey, nu is de speed. Oh ja, oeps. Ik heb de speedknop gevonden in ieder geval. Nice. Ik weet alleen niet hoe ik hem nu weer omlaag doe. Tegenovergestelde van die knop misschien? Was het tegenovergestelde van... spatie. Oh, ja. Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik niet. No, got it. Oké, nou.
zo los je het ook op. Nou, we kunnen niet links, we kunnen niet rechts. Dan gaan we maar rechtdoor en dan gaan we tegen de grunts vechten, denk ik dan. Maar denk jij niet dat Dakim wel te halen is? Ja, dat denk ik wel. Maar welke grunt zal ik... Ja, als je gewoon rechtdoor gaat, dan heb je een oude man waar je mee kan praten. Dat is een grunt. Je kan daarna naar links en naar boven gaan. Dan heb je ook nog twee grunts waar je tegen kan vechten. Maar kan of moet? Die waar je nu naartoe gaat, deze rechts, die kan je battelen. Dat hoeft niet. Oeh, krijg je maar, maar die andere twee, die moet je. Want anders kan je de laatste twee admins niet doen. Oké. Ik moet mijn Ditto terughalen. Dan kan ik een egg move geven op dit ding. Ah, fuck, ik haal een ei op. Dat was niet de bedoeling. Hij had de vorige keer Shadow op Delibird. Of nou ja, in de main game. En hij had alleen maar Ice Pokémon. En nu heeft hij van alles en nog wat, zo te zien. Ik zie een Earthquake. Oeh. Lagering. Nou, je... En nu krijg je Intimidate terug van Arbok. Triple Axel op Electrode. Een Psychic op Arbok. Hij doet Protect. Of is die Arbok in deze game Poison Dark? Oh. Kaboom! Kaboom! Sander, comment even kaboom in de chat. Nou, die Intimidate was wel handig. Nee. Wat is de volgende kaboom, Mon? Delibird. Shadow Delibird? Nee. Nee, huh. Nog een keer Triple Axel en nog een keer Psychic. Maat, laat me een keer met rust. Dat is een flying typing. Aggron. Eigen net klaar. Huh? Wat gebeurde er? Doesn't affect. Dan is die poison dark. Maat, wat is dat voor een bullshit. Want ik kan me herinneren dat we dit al een keertje eerder hadden gehad. Poison dark. Ja, Ampharos dan. Het is jammer dat je geen earthquake kan spammen nu. Het gaat voor de crits, Milan. Leuk. Nice. Hoppatee. The Delhi Birding is goning. He is footsie finitoing. Arcanine. Shadow? Ja. Yeah. Ah. Ah, dat is wel zieke. Boom. Ik denk dat ik Rock Slide ga doen. Ja, lijkt me een goeie. Power Jam. Flame Wheel. Maar hij heeft geen Intimidate. Of hij heeft geen Intimidate, dus dan zal hij waarschijnlijk Flash Fire hebben. Of Justified, dat kan ook. Het ligt er een beetje aan. Want volgens mij was dat in bepaalde generaties weer veranderd.
Ach ja, hij is nu de, dus maakt niet zoveel meer uit. Lankering. Doei-doeing. Kijk. Deze en deze. Wacht, dit is de laatste Pokémon? Ja. Ja. Ah, deze heb je makkelijk. Easy winning. Alleen eventjes healen voordat je de volgende doet. Ja. Charbak verslaan. Weg met die charbakking. Piep piep. What a losering. Of niet soms. Nee. Echt een loser boy. Hij heeft vast een PlayStation 5. Nah, zo kan je niet zijn. Zo kan je echt niet zijn. Bro, er zitten zoveel leuke games op de PlayStation 5. Zoals? Spider-Man 2. En ik zeg die expres omdat ik weet dat er dat hij nog niet eens hoort. Gezondheid. Kijken, wat nog meer. Horizon, maar volgens mij zit Horizon wel ook op PC nu. Dat stond van Nederlandse makers. Yes. Je hebt Horizon Zero Dawn en je hebt Horizon Forbidden West of zo. Ja, volgens mij, dat klinkt bekend. Ja, nou. Ik heb ze alleen nog niet gespeeld. Maar ooit komt er een verandering in. Met nadruk op ooit. Merjam en Banet. Ik denk als ik mijn backlog wil uitspelen, Milan. Mm-hmm. Dan moet ik twee dingen doen. Stoppen met Pokémon spelen. Dat moet je nooit doen. En stoppen met Trophy Hunt. Dat was een beter idee. Ja. Maar ik wil beide niet opgeven. Dat is een beetje een probleem. Oké, wat gaan we doen? Ik zeg Aerial Ace op de Medicham. En ja, Psychic dan op Benet. En dan hopen dat je die Benet two-shot. Voordat hij jou two-shot kan one-shotten. Oké, het is een two-shot. Val. Oh, kut. Huh? Valt mee. Ja, dat is waar. Roleplay. Oké, dat is echt nutteloos in deze situatie. Kaboom. Nou, oh, hij overleeft het. Nou ja, nog een keer. Ja, eigenlijk gewoon nog een keer alles. Mm-hmm. Kaboom. Dag, Benet. Ja, Benet is ook niet zo handig, want Shadow Ball is nu special en het is meer een physical attacker. Altaria. Oeh, ik heb triple axel. Oh, ja, maar je zit in, hoe heet het? Je zit in Choice Band. Dus je kan niet triple axel doen tenzij je switcht. Je kan wel Moonblast doen. Tenzij je hem wil. Ja, maar hij is ook fairy, denk ik. Of zou die Dragonflying gewoon zijn? Ik denk Dragonflying. Oké. Okay. En anders doet het neutral. Maar ja, Psychic zou ook neutral zijn. Kijken. Oh, nee. Nice. Kaboom. Lekkering. Oh. Deze battles gaan tenminste wat makkelijker. Maar ja. En Venusaurus. Nou, dat is een makkelijke keuze. En die is niet eens reuze. Inderdaad. Ik zou nog steeds Aerial Ace blijven doen op die Medicham. Want die gaat toch alleen maar recover doen. Zodra je niet beter... Oh, nevermind. Nee. Ik zou Venusaur uitmoorden. Dan kan hij jouw Gardevoir sowieso niet killen. Hop, één. Goodbye. Oh. Dan doet hij zeker Sludge Bomb of zo. Bombing de Sludge. Oh. Haha, wat een loser boy. That's what you get. Dat doet me denken aan die meme van die guy. Die ruzie had met zijn vrouw. En dat er toen politie kwam. En dat hij getaserd werd.
dat hij toen tegen zijn vrouw zei, terwijl die nog bleef staan, terwijl die getaserd werd. I'll get you, bitch. Dus echt zo'n moment is dit. Ik raad het aan dat je het opzoekt, mensen die kijken. Het is een heel goede meme. Een hele goede. Een goede meme. Een goede meme. Hey, we gaan naar de 200. Let's go. Dit is ook wel mijn jam. Hier kan je wel gaan goed... we rechtdoor of rechts doen? Rechtdoor, dan heb je Venus. En rechts heb je Ein. Dus? Welke Ja, zeg maar. Jij mag kiezen. Ik zeg maar allebei niks, dus we gaan rechtdoor. Oké. Dan neem ik even een lekkere slokje van mijn Pepsi. Yummy. Oké, waar starten we mee? Goeie vraag. Ik heb echt geen idee wat het team nu is. Vorige keer was het Attract. Dus ja, ik zou... Ja, doe dat maar. Dan heb je een male en een female Pokémon. Je intimidate door Mons. Dus dan... zal de attack decrease als het physical attackers zijn. Misdreavus en Steelix. Oké, dus het werkt wel op de Steelix. Triple kick op de Steelix? Ja. Ik moet wel oppassen voor die Misdreavus. Wat doen we op de Misdreavus? Ik denk Psychic. Want dan heb je nog kans dat de special naar beneden gaat. Draining Kiss, oké. Dat gaat op dit moment op. Oh ja, niet oké. Oké, ik overleef het. En hij valt niks te healen nog. Nou. Oké, Psychic. Dat deed special drop. Weinig. Nou, geen special drop. Maar, dit is zo oneerlijk. Je kan bijna gewoon opnieuw beginnen, zeg maar. Eigenlijk wel, hè? Ja. Want top is dood. Ik vraag me af, hè, is Misdreavus nu Ghost Fairy omdat hij alleen maar Fairy moves doet? Dat zou nog best wel. Wacht, ik heb een Misdreavus, volgens mij wel. Ah, dan kan je de volgende keer gewoon Bullet Punch doen met Hitmontop. En dan Blaziken voorop doen. Dan kan je die Steelix gelijk killen. Is het gelijk over met die pret met de Iron Head? Hop, special drop. Ja. Kijk. Nou ja, nu maakt het ook niet uit of ze hield. Alleen ja, dit... Oeh. Oh, je overleeft. Ik denk wel dat Misdreavus voor Shadow Ball zal gaan. Je guard ervoor. Dat is ook niet erg. Nee, gewoon die Steelix afmaken. Je bent helder zien, ding. Ja, zeker, ding. De AI denkt dat, of dacht dat Hitmontop een grotere threat was dan Gardevoir. Dat klinkt Gucci, Aggron. Jij bent sowieso sneller dan die Steelix. One hit, please. Crit. Nee. Wat? Oh ja, je deed physical blaze kick. De volgende moet je... de volgende poging moeten we Aura Spear doen. Of Heatwave, kan ook. Heatwave kan ook. Dan hit je ook de Misdreavus. Dat is waar. Ja, doe het nu maar, I guess. En dan Iron Head op de Misdreavus. Wauw. Is op zich niet erg. Is op zich niet erg. Gratis beurt. Steelix gaat sowieso dood. Nou ja, feint. Kijk op. Hop, ding. Goodbye. Wat is de volgende? Azumarill. Hey, jouw favoriete Pokémon. Dat is Blaziken. Ze staan allebei erop.
En ik heb mijn nummer 3 ook in mijn team. De Ninetales. Ah, pink. Maar het is wel de Alolan versie of is ja, de... Ja, Alolan Ninetales. Oké, ja. Absoling. Oké. Ik zie nog steeds perspectieven. Ja, ik ook. Ik zeg Aura Spear op de Absol. En dan Iron Head op de Azumarill. Dat dacht ik precies hetzelfde. Ja, zeker. Zitten we op zo'n lijn? Ja, als jij hier zit en ik zit daar. Dan zitten we op één lijn. Ja. Lingering, level 51. Mooi. Ampharos. Je hebt nog Ninetales. Ja. Waterfall gaat wel... dat doet wel veel. Maar goed, Basin heeft zijn ding al gedaan. In principe. Oh, wacht. Ninetales. Ja. Want ik neem aan dat die andere Ampharos gaat proberen je te paralyzen of wat dan ook. 1, 2. Bam. Oeh, dat is weinig. Heel weinig. Maar goed. Ik weet niet wat meer damage doet. Aurora Beam of Draining Kiss? Ik denk Aurora Beam. Ja. Kan je het checken? Voor de zekerheid. Dat kan ik. Even bij Pokémon even checken. En dan op A. Oh. 75 en 75. Kan je beter Draining Kiss doen, want dan heal ik ook. Mocht ik damage krijgen. Ik weet niet of Alolan Ninetales heel snel is. Ga eens naar de stats. Eentje naar links, denk ik. 149. Oh, je hebt Timid Nature. Dat is wel echt ideaal. Ik zou toch Aurora Beam gaan. Omdat je ook defense kan droppen. Ja. Toch? Nee, de attack. Maar... Attack bedoel ik, excuse. Ja. Dan nog een keer Iron Head op een Azumarill. Oké, je bent sneller. En dan de volgende keer kan je Draining Kiss doen om te healen. Frozen? Nee. Nee, dat kan niet. Oké. Play Rough. Nee, dat zal niet te werken. Oké. Prima. We still alive. Yes, ik zie nog steeds potentie. Mm-hmm. Dan nu Draining Kiss op Ampharos. En met jouw Ampharos kan je dan de Azumarill zo meteen afmaken. En ik neem aan dat je nog een Play Rough kan overleven. Enige. Ja, maar ik denk alleen niet dat mijn Ampharos een player of kan overleven. Dat is waar. Meganium. Dat is de laatste, toch? Ja. Oké. Nice! Nice! Oké. Ik zou Aurora Beam doen. Mm-hmm. En dan met je Aggron zou ik een para healen op je... Ja, I got you. Ja, je hebt hem. Nice. Let's go! Meganium is traag. Hoppatee. Nou, en als hij voor Body Slam of zoiets gaat, attack wordt toch gedecreased. Training Kiss. Okay. Niet op de Aggron, denk ik. Nee. Nee, dan hield hij een klein beetje. Maar... Het probleem is wel dat je nu Ampharos uitzendt. Mm-hmm. Dragon Pulse zou kunnen doen. Ja, ik weet niet of dit ding Fairy Grass is nu. Omdat het Draining Kiss heeft. Ik zou voor de zekerheid Power Gem doen. Zeker? Of Thunder Wave. Ja, want zometeen doe je Dragon Pulse en dan hit je hem niet. En dan met Aggron Iron Head, denk ik.
Dan weten we meteen of die fairy is. Ja. Dat heeft veel te veel damage. Daar was ik al een beetje bang voor. Maar in ieder geval is hij nu niet sneller dan jouw mons. En je hebt kans dat hij niet kan aanvallen. Good call! Ja, hè? Ja. Holy shit! En dan nu Power Jam en Iron Head. Volgens mij mag Ampros nog aanvallen, toch? Oh nee. Nee, ja, je deed Thunder Wave. Oh ja, tuurlijk. Nice! Nicing on the cake, dat is één. Good call, maat! Dit is één dikke vette huts. Holy damn. Oké, één admin verslagen. Nog drie te gaan. Precies. Nou ja, en de lead die je had was nog... You're so gonna get cancelled. Zag je dat staan? Ja. Lol. Volgens mij zit het ook in de originele game dat ze dat zegt. Echt? Ja. Nice. Maar cancelen was nog helemaal geen ding toen. Nee. Ja, het frappante. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.